Gellert, 4-0 nederlaag. Wat is je eerste gevoel na deze wedstrijd? Ja, alleen maar ontgoocheling. De eerste helft spelen we degelijk. Kregen we een aantal kansen. En dan krijgen we die 1-0 tegen. Oké, dan gaan we 1-0 de rust in. En dan is er eigenlijk niets aan de hand. We kunnen snel die 1-1 maken. We beginnen goed na 5 minuten. Dan zetten we hoog druk. Waar iedereen was er klaar voor om de tweede helft toch nog de situatie om te draaien. Maar ja, dan wordt het 2-0, dan krijgen we die rode kaart en dan wordt het heel moeilijk, het laatste half uur. Jijzelf, was jij op een bepaalde moment de hoofdrolspeler eigenlijk? Eerst de grote kant van de wedstrijd van Eindhoven was voor jou. Wat gebeurde daar? Ja, die komt de voorzet, de verdediger wil hem controleren en hij controleert hem verkeerd. Hij komt voor mijn rechtervoet en ik twijfel niet, ik trap gewoon naar doel. Maar goed, dat zijn kansen die in de eigen 16 kijk ik naar mezelf. Dat, dat is eigenlijk een 100% doelpunt moet dat zijn en ik trap hem naast. Dus die kansen neem ik op mij, dat moet gewoon doelpunt zijn. Daarna een kans van 40 meter, zeg maar. De keeper was uit zijn doel, wat gebeurde daar? Ja, een slechte inspeelbal van de keeper. Ik trap hem één tijd, ik zie de keeper uit zijn goal. En volgens mij, ik zou de beelden herbekijken, maar volgens mij raakt de verdediger hem met zijn hand. Waardoor hij de bal met zijn hand wegkaatst en in corner vliegt. En ik denk dat het anders wel doelpunt was. Ik zeg het, dat zijn twee kansen nog een paar keer. Ook een kans met Thibaut van der Velde. Een paar mogelijkheden waar we iets meer mee konden doen. En ik zeg het nogmaals, we gaan 1-0 rust en eigenlijk niets aan de hand. En dan maken we het onszelf heel moeilijk met die domme rode kaart. Tweede helft was snel over. Ja, ik zeg het, we beginnen goed. Ik had goed gevoel. De eerste 5 minuten zetten we ze gelijk vast. Maar dan krijgen we die 2-0, dan die rode kaart. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt.